Yo, kijkers van NVO Gaming, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dus zeker een duimpje omhoog, maar zeker onder heb ik nog één ding te zeggen. En dat is let's go. Nou, zoals jullie zien zijn we hier aangekomen bij 3D Home Planner. En vandaag gaan we met 3D Home Planner iets hartstikke leuks doen. We gaan eventjes een lolhuis maken. En ik denk dat ik hem op zijn allergrootst ga doen. En dat is dit. Dan denk ik dit en dit. En dan gaan we eens even kijken hoe groot het huis is. Het is natuurlijk een heel raar huis. We gaan even kijken. Kom, we gaan er een zwembad van maken. Kijk, water. In die water. En misschien komt er nog wel een Sims 4 video online. En dan zeg ik natuurlijk nog één ding. Kijk, dit is het leuke. We hebben een zwembad. We hebben een... Oeh, dat is wel heel erg onduidelijk. Sorry, ik moet eens even kijken. Ja, sorry dat jullie af en toe een beetje heel raar beeld hebben. Maar dan gaan we eens even kijken. My Roos. Want ik heb op school nog eentje gemaakt. En dat is... Ah, dat is op school. Niet opgeslagen projectje. Nee. Dus kijk, dit is het leuke, want dit heb ik op school nog gemaakt. En kijk, zo ziet het er vanaf de boven van een heel erg hoog uit. Want we hebben een binnentuin, binnenspeeltuin, overdekt. We hebben hier een zwembad, als jullie zien. Hier een zwembad. En hier wat kamertjes. Maar ik ben alleen de camera een beetje kwijt. Heel. Nou, dit is een beetje moeilijk, hè? Maar zoals jullie zien heb ik hier een heel hotel. Kijk maar naar die bedden. En kijk maar naar die grote megabedden. En kijk maar naar zo'n lonely tafel. En kijk naar die speeltuin. En kijk hoe die... Ah, ik heb hem al. Ik heb hem al. Als het goed is heb ik de camera. Ja. Als ik eens even hier naartoe moet gaan, kunnen we eens kijken naar die grote kamer. Zo. Veel bedden, jongens. Hartstikke veel stapelbedden. 1, 2, 3, ik denk wel 10 of zo. Dus dan wou ik eigenlijk een beetje verder gaan maken. En we gaan naar meubels. Slaapkamer. Oh nee, we moeten de kitchen nog doen. Kitchen. We moeten eigenlijk een heel groot blad hebben. Nou, zeg maar. Oké, nou, dan pakken we die. Ja, het is een beetje een onzin ding eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon voor de lol. Maar dan heb ik nog één ding te zeggen. En dat is dit. We kunnen hier natuurlijk ook nog een zwembad bijbouwen. Kijk, hier kunnen we natuurlijk ook nog twee. Kom, we gaan die twee zwembaden bij gooien. Nou, zoals jullie zien heb ik hier een paar zwembaden. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Doe zeker dat duimpje omhoog. Abonneer zeker. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is later.